Feyenoord maakt definitief geen kans meer op overwintering in de Champions League. De Rotterdammers verloren woensdag in Sharkov tegen Shakhtar Donetsk ook de vierde wedstrijd in de groepsfase van het miljoenenbal. 3-1. Feyenoord kwam via Nicolai Jurgensen nog wel op voorsprong, maar vaak door doorverder Marlos. Twee keer, dompelden de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in het vervolg van het als alsnog in rouw. Feyenoord verloor ieder in groep F van Manchester City. 0-4. Napoli. 3-1. En Thuis van Shakhtar. 1-2. De regerend landskampioen leed in Sharkoff al de zevende nederlaag op rij in de Champions League en is daarmee de slechts presterende Nederlandse club voor in het miljoenenbal. City wordt woensdagavond met 2-4 op bezoek bij Napoli, waardoor de Engelsen nog altijd de volle buit hebben en al verzekerd zijn van een ticket voor de achtste finales. Ook Shakhtar is daar met 9 punten dichtbij. Feyenoord maakt nog wel kans op een vervolg in de Europa League maar moet dan in de resterende twee wedstrijden een achterstand van drie punten goedmaken op nummer drie Napoli. De Italianen zijn nog wel in de race voor overwintering in de Champions League. Feyenoord kende een dromstart in Sharkov en kwam al in de twaalfde minuut op 0-1. Jorgensen kopte een afgemeten voorzet met rechts van Steven Berghuis tegen de touwen. Nadat hij zelf de bal rond de middencirkel had veroverd en door was gesprint richting het vijandelijke strafschopgebied. De voorsprong van Feyenoord hield slechts twee minuten stand. Doorman Braat Jones hield Taijessen in eerste instantie nog van score af. Maar was luktle seconden later kansloos bij een inzet van Ferra. De aanvaller werd vrij voor het doel gezet door Bernard. Maar had wel twee pogingen nodig om de 1-1 op het scorebord te zetten. Feyenoord was dusdanig van slag van de gelijkmaker dat het in de zeventiende minuut ook meteen 2-1 werd voor Shakhtar. Sofian Amrabat verdedigde dramatisch uit, waarvan Marloos dankbaar profiteerde. Al moet gezegd worden dat Jones er niet heel goed uitzag bij het afstandsschot van de Braziliaan. Feyenoord slaagde er in de eerste helft niet in zich te herpakken en mocht blij zijn dat het halverwege slechts 2-1 stond. Jones hield Marlos en Bernard van scoren af en had het geluk dat Ferreira uit een hoekschop van Tyson de laptrof, sleebeweging. Feyenoord kon er pas in de openingsfase van de tweede helft wat tegenoverstellen en was zowaar een paar keer dicht bij de 2-2. Berghuis en Jorgensen vonden echter keeper André Piatov op hun weg. Shakhtar toonde zich, wat dat betreft, een stuk effectiever en breder in de 68e minuut te scoren. Hun naar 3-1. Maar Loos was iedereen het tot Tapia met een fraaie sleebeweging en liet ook Jones het nakijken met een subliem stiftje. Het was ook gelijk de laatste actie van Tapia, die in het metaliststadio zijn rantree maakte na ruim twee weken blessure leed. De verdediger werd vervangen door Kevin Dix. Maar ook hij kon Feyenoord niet terug in het duel brengen. Wel kreeg Feyenoord nog een extra domper te verwerken toen Karim amadi zijn derde gele kaart van het toernooi pakte er dus over drie weken niet bij is als de team van Van Bronckhorst afreist naar Manchester.